Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dit is Camera Gamers. Vandaag terug in Farming Simulator. Ik heb terug iemand anders bij je meegenomen. Goedendag. Hallo. Hallo. En uw naam is? Oh, mijn naam is Boyd. Ah, fijn om te weten. Hey, we hebben net even een nieuwe map gestart. De andere troep staat nog bij de winkel die ik net gekocht heb. Het geld heb ik ook dus redelijk makkelijk ingecheat. En we hebben de nieuwe mod. Ja, hij is niet. Hoe nieuw is die eigenlijk? Weet ik ook niet. Weet jij hoe nieuw die is hoor? Hoe nieuw? Volgens mij een halfjaartje of zo. Oh, nou zo nieuw is die dus niet. Maar goed, ik heb de twee nieuwe JCB trekkers, of nee, frontloaders dan was het. Heb ik erop gezet. En die ga ik nu naar boven proberen te leiden, alhoewel. Ik heb zo'n voorgevoel dat mijn vrachtwagen te zwaar mee heeft. Alhoewel die op de weg namelijk ook niet echt vooruit te komen was. Nee, met 14 kilometer per uur de beeld op. Kom dan hoor. Nee, met 17, 18, oh, ik ga het nu harder. Oké. Okay. Nu is er 1, laat ik hier de beeld op hoor. Ik had de zwaarste dingen bij elkaar op 1 trailer gezet volgens mij. Nou, ik rijd nu met 4 aanhangers en ik ga ook niet sneller. Oké. Nou, die andere truck erachter moeten zetten. Wat zijn eigenlijk de plannen voor vandaag? Dat is een hele goede vraag. Ik weet niet wat ze dus gaan doen. Nou, ik denk dat we dus, in een veldje moeten gaan beginnen. Hier volgens mij links achter die kleine veldjes. Beetje groot voor deze voertuigen. Maar ik geloof dat er nog wat een en ander aan troep staat op die veldjes. Dus ik zal even gaan kijken. Veldjes daar, veldjes. Ja, die zijn zo dood als het maar kan, zeg maar. Die moeten in ieder geval gecultiveerd worden. Ja. Groot, daar. Een veldje. Veldje. Dus dan pakken we die 29. En 24 en ik zou 31 en 25 ook even kopen om het af te maken. Maar er staat inderdaad niks op. En er is een klein stukje wat nog aan het growen is. Dat is de achterin, zie ik. Dus het is één grote troep eigenlijk. Oh ja, nou, als we gaan er gewoon even overheen, dan is dat ook klaar. Dus kijk, ik heb hier de cultivator. Ah, mooi. Oh ja, met de nieuwe JCB tractors ook. Die zit er ook bij. Even kijken, zou ik er in de kleine veldjes trouwens, ja. Dan zou ik er zo overheen gaan met een. Misschien dat we die aan de andere kant van de boerderij ook even erbij kunnen halen. Ah, dat ja. Dan moet ik even er naartoe rijden om het veldje te kopen. Ik zou eerst 30 en 25 even gaan kopen. Lang nodig om op te trekken, maar dan gaan ze op zich best wel hard nog niet trekken. Ze dus, hebben er een behoorlijke snelheid in zitten, inderdaad. Nee. Want ze. De eerste paar kilometers gaan ze heel hard, dan gaan ze langzaam, maar op een gegeven moment klimmen ze naar een. Topsnelheid die nog best wel hoog is op zich. En ze geven aan dat de topsnelheid van die nieuwe JCB van de 71 zou liggen? Ja, inderdaad ja. Dat is de cruise control ook, ja. Zou jij wat veldje aan de andere kant ook nog hebben? Ja, misschien die 23. 23, oké. Kom
vandaan hoor, met 70. Ja, ja. Oh, hier kan ik natuurlijk. Kan ik hier vanaf jumpen? Wow. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar goed. Ik zal wel beginnen met hier zo. Oh, jij bent al begonnen, oké. Okay. Ja, ik heb de zijmachine gevuld. Oké. Okay. Een momentje, ik moet even denk ik jouw geluid wat harder zetten, anders komt het misschien niet goed over. Oké, mooi, we gaan weer verder. Oh, wat doe jij nou? Ik denk dat hij er niet zoveel zin in had. Zo dan. goed. Zal ik, hebben we nog een code V-tire? Nou, ik kan wel de saaier nog gaan. Die staat hier trouwens. Ja, inderdaad. Wat gaan we zaaien? Ja, volgens mij kan die geen mais zaaien. Nee, dat klopt. Dus doe iets van wheat. Dan moeten we ook even eentje halen van mais, inderdaad. Ja. Oh, die moet ik niet hebben. Dan doe ik ook weer de select seed. Oh. Even kijken. Deze. Doe die gewoon even halen. Appetit. Ja, en ik doe zo mijn best om het zelf te doen, hè? Ja, dat snap ik, maar ik ga even ondertussen de zaaier ophalen voor de mais dan. Sowing, en dan mais. Is dit mais? Ja, dit is mais. En mais en suikerbieten. Ja. Zo, fix ding. Zo. Potje, heb je hem ver gedaan, joh. Heb ik gedaan? Ja, dat dus, heb ik niet. Ik weet niet dat ik het gedaan heb. Wat neem jij mee? De fertilizer. Dat, ja. Gaan we dit op het grote veldje rechts doen anders? Ja, kan wel ja. Want die is al dingest. Die is al gecultiveerd. Ja. Oh, ik moet hem wel eerst even vol zetten met zijn zaden. Oh. Ik wou zeggen, wordt hij niet te breed? Oh. Kunstmest vullen. Refills zo weg. Appetee. Daar gaat mijn geld. Dus hè? Nee, niet eens. Kunstmest erbij. Eigenlijk ook wel raar, hè? Dat je kunstmest eroverheen haalt. Ja, dat is wel. Nou, niet waar toch? Hoezo is het raar? Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant stinkt zo. Ja, dat. Kan ik de koeienmest halen? We hebben alleen nog in deze nieuwe map natuurlijk geen koeien. Maar je had het gras weer gaan doen en zo. Ja. Zo. Oh, is hij pakt het landje niet mee. Zonde. Zonde van het veld, ja. Ja. En zijn we nou alles? Ja, nou pakt hij alles mee. Dat is mooi. Zometeen krijg je altijd van die hoekjes die hij dan met omdraaien niet meepakt. Ja. Even kijken. Je hebt de cultivator al klaar, oké. Okay. Hoe staat het met de... Oh! Hij doet het in de mij inderdaad ook een beetje verdreend.
gaan we dit spel doen en laten groeien of gaan we het even weghalen? Welke? Op veld 24 staat nog een klein landje met iets. Oh ja. Nou, laat maar lekker staan dan. Het staat er toch wel in de grond. Zo. Dan gaan we eens even kijken naar die nieuwe frontloaders die we gehaald hebben. Dat zijn de nieuwste uit deze mod, dus ik ze even afladen hier. Dus ik weet niet of we hier nut eigenlijk voor hebben om ze hier af te laden, bedenk ik maar net. Wat moeten we hier eigenlijk opladen? Hier zo, ja, volgens mij kunnen we er vrij weinig mee op dit moment. Meer voor de mest en zo. Inderdaad, ja. Nou, dan laat ik ze alleen even gaan zien. En deze ook nieuw. Hey! Oh ja! Ja, die zijn sowieso vet, ja, dat klopt. Even laten zien hoe je ze aflaat. Kijk hoe super vet dit gaat, joh. Met de wieltjes eronder. Pop. En dan kan je er nu nog mee rijden? Ja. Zo. Ik denk niet dat het de container te goed de is. Levensduur verlengt. Maar het kan. Het kan, ja. Oh ja, netjes. Ah joh, kan dat ook. Ah, kan dat niet even. Ik schreef, hey! De IT runner mod is dit. Super vette aanhanger is het ook. Wat ik het meest coole eraan vind, is dat als je dus de bocht zo maakt, dat de achterwielen netjes met je meegaan. Ja. Kijk wat de bochten mee draaien. Ja, nou, ik denk dat ik hier naar links ga. Want, netjes. Hey, dit veldje is klaar met zaaien. Dan gaan we naar het volgende. Nummer 29 ging eens uit, maar dat was niet zo heel veel. Kijk, we hebben deze vanaf. Oh. Zo. De zaaien loopt. Deze loopt ook nog netjes. Mooi. Deze. Fertilizer, laten we die ook maar meteen even doen. Kijk, ik vergeet altijd zo'n landje, je ziet het alweer. Nou, kan niet uit. Kijk, een grote update van die. Ook heel vaak zo'n driehoekje dat ze dan. Ja. Tijdens het draaien vergeten. Ja, die en dat jij inderdaad. B. Nou, dat heeft een hele grote. Dat heeft een. Grote spreiding, ik had nog iets verder naar rechts kunnen beginnen, denk ik. Toch wel? Ja. Zo blijkt het. Even de overige equipment. Dat was ook weer de. Ik laat eerst hem even omkeren. Dat was ook weer de. Boom. Nee. Ja, dat is de. Dat is Silent, nee. Ik zoek de hele cruise control eigenlijk. 3. Oh ja, 3. Ja, 1, 2 en 3, dat was het. Ja. Zo.
Oh, hij vergeet te fixen, doe je ook, moet ik toegeven. Zometeen met de hand nog maar eens even. Kijk, als jullie zien, ik rijd nu recht achter hem aan en hoe doe ik dat? Er zit net op mijn motorkap zit nog een puntje van het logo, denk ik. En dan kan je mooi in het lijntje houden en dan weet je dat je rechtdoor gaat. Zo'n tip, hè? Nee. Tip van Wouter. Ik kan me toch een hoop kunstmessen niet aanhangen, joh. Ik heb het hele veld gedaan en ik ben pas 15% leeg of zo. Ja, wees blij dat je het niet allemaal nog hoeft te drinken. Drinken, het zijn korrels, hè? Hallo. Korrels? Oh, laat maar, dan heb ik niks gezegd. Kunstmest. Wel dat hij niet over vloeibaar stond. Ja, mooi. Ik ga even naar het andere veldje toe. Zo. Hier ziet er al een klein stukje gefertilized uit. Maar gelukkig nog niet alles. Ja, dat is van welke nummer? 29 of 24? Ja. Zo. Extra vruchtbare grond. Nou ja, van kunstmest verwacht ik niet dat het extra vruchtbaar is, maar goed. Ja, het kan geen kwaad volgens mij. Nee, zeker niet. Anders bestaat het niet. Ik vind het wel echt een super gave tracker eigenlijk waar ik op hier rijd. Ik rijd meestal wel in dit soort dingen like in first person. Gewoon weg omdat dit er zo mooi uitziet eigenlijk. Ja, ik rijd nu met een oplegger waarvan ik denk van ik heb geen idee waar het voor is. Ik weet niet waar je met uit bent. Ik weet ook niet waar jij bent. Ja, op veld 30, ja. Oh ja, maar misschien niet. Dat jij er wat meer over kan vertellen. Ik kom met één landje jouw kant op en dan. Je zit nu links van je. Oh, daar. Oh, die dingen. Ik heb het wel gelezen. Ik geloof dat ze makkelijke balen kunnen stapelen. En dat ze dan ook soort van vast blijven zitten op die trailer. Maar ik zou zo even gauw, als ik stil zit, even gauw computer of in de winkel kijken hoe die dingen ook weer heten. Hoe die heten ben ik vergeten. Oh nee, dat heb ik me niet gezingen. Ik denk dat die bij. Waar zullen ze bij hebben gestaan? De bus. Nee, daar niet bij. Nee, ook niet. Maar een hoop dingen, want bij de Minior Spreader staat ook zo'n ding die je erop kan zetten. Een hooklift.
Wat, ja, waar stonden die dingen? Hier heb ik alleen een bale-container met 4 punten aan het uiteinde. Nee, deze heeft 6 punten. Ja, oké. Okay. Zes punten. Root container. Dat is voor boomstammen bedoeld, zie ik net. Ja. Het idee is dat het gewoon een platte wagen is waar je een paar van die pinnen in doet. Want al die dingen zijn hetzelfde. Alleen, ja, het aantal pinnen is steeds veranderlijk. Ja. Yeah. Nee, duidelijk. Ja, het is voor boomstammen bedoeld. Dus als je nog ergens een boompje wil kappen, dan ja. Maar we hebben ook de kleine wielloader nog ergens staan, hè? Die kan je ook met rondkomen. Klopt, ja. Maar ik heb alleen weinig vertrouwen in dat ding dat dat een beetje fatsoenlijk bomen kan optillen. Ik denk niet dat die inderdaad een boom kan optillen, heel makkelijk. Nou, die kleintjes, dan moet je ze in kleine stukjes hakken. We kunnen misschien wel even wat apparatuur erbij halen van een boom. Nou, ik zal ze even kopen inderdaad, je die boom. Kunnen we even testen of die een beetje werken. Forest equipment. 1 mijl boom. Zo. Hij staat er. De schorpioen. Even kijken. Jij staat bij de winkel? Ik stond net bij de winkel, ja. Maar nu rijd ik vol gas weer terug naar de boerderij in een... ja, hij heeft 8 wielen, maar er zit ook een tracks omheen. Dus ik ben benieuwd hoe sterk die is. Is die bomenkapper of niet? Ja. Ja, dat klopt. Even kijken. Wat heb je hier neergezet? Okay. Waar wou je de bomen omzagen dan? Ik weet echt niet welke bomen er allemaal geschikt zijn. Ja, de meeste die een beetje recht overeind staan. Dus. Maar het zijn er in ieder geval wel een heleboel, ook witte bomen volgens mij. De meeste bomen die recht zijn. Ik zie namelijk een paar die in een V hebben, die kunnen dus bijvoorbeeld niet. Ja. Maar een aantal die gewoon rechte stelen hebben, die kun je volgens mij allemaal omzagen. Ja. Ik sta dus, nu ben ik bij de boerderij. Ga ik kijken of de eerste boom aan de linkerkant hier zo kan. Moet je wel even instellen op hoeveel meter is. Krijg alleen niet echt de optie om de hoeveelheid. Niet? Nee. Oh. Ik heb nu wel een mooie boom hier op de grond liggen. Oh, volgens mij als je hem omzet, dan houdt hij hem vast en dan kan. Oké. Okay. Nou, kijk, hebben we een kettingzaag? Die kan ik wel kopen. Ik weet niet of die moet je volgens mij per persoon zelf kopen, dus ik zal er zelf in. Volgens mij heb je geen geld in het spel. Ik heb helemaal geen geld. Ik werk voor niks. Oh, daar gaan we. Oh, jij hebt ook een, zie ik net. Oké. Nou, daar gaan we. Zo, vrij van alle takjes. Ja, netjes. Nou, dat doe ik hier nog een keer vanmiddag. Die animatie die je erbij doet is wel ontzettend gaaf. Je kan een heel klein stukje doen, dat kun je hem zien. Mhm.
Oké, nou, kijken of die of het werkt. Ja, met onze met onze. Ja, onze gade. Wil je de boomtrailer even halen dan? Vraag mij sowieso af of die van jou hoog genoeg is om überhaupt bij die boomtrailer te komen. Nou, we zullen het zien. Dat is voor mij ook nog een. Even kijken, zo zal je er sowieso nooit bij komen. Ja, dat is wel een hele goeie, ja. Ik had trouwens wel een fix lange boom, denk ik net. Inderdaad, nou, die kunnen we even kijken uitstappen. Kun je nog wel een stukje vanaf zagen? Kijken. Als je klein stukjes. Dan moet hij wel lager zijn. Kun je zo mee? Ja. Waarom lukt het jou wel om te zagen? Nee. Oh, hier zo. Ja, ik had gehoopt dat. Ja, nu blijven die dingetjes overal rollen. Goed, nou, even kijken of ik er overheen kan komen. Met moeite, nee. Nee, dat kan, ja, ze kan er zo soort van overheen leggen. Ja. Moet ik even iets verder met mijn. Dat ding wiebelt aan alle kanten, jongen. Ja, ik vind hem best eng uitzien op deze manier. Oh ja. Dan kan je hem zo aan de linkerkant zien Nee, van ik kan. tegen. Ja, ik zie het, Hier ja. zo, ja. Maar natuurlijk ook even vals spelen. Ja, dat. Of niet, denk ik. Even kijken. Als je erop kan komen, ja. Kun je hem zagen? Nee. Zal mij natuurlijk wel weer lukken, dat snap ik. Uiteraard. Nee. Oh, jawel, ja, oh. Ja hoor. Ja, je moet net het goede puntje hebben. Help het, hé. Nou, Nou, daar ligt hij. Ik zo dus. vind dat niet echt geniaal om eerlijk te zijn. Maar. Nee, ik denk als je dit werk doet dat je er niet blij mee bent. Want, Wouter. Ja, plus hij past er niet op. Plus je moet hem er zo nog op doen. Ja, als ik Ja. hem er nu ophaal. En ik ben benieuwd. Oh. Ah nee, Nee. jammer joh. Jongen, jongen, jongen. Wat ik wel ontzettend gaaf vind aan deze trailer is als je hem zo eraf haalt, Ja? dan stopt hij ook gewoon. Dus als jij zegt ik wil hem halverwege eraf hebben, zo, als een ramp, en je stapt uit, Ja, dat klopt. Mijn dan. uitstappen stopt eigenlijk anders wel. Ja, dat klopt, Ja. ja.
Zou ik er ook nog eens even een boompje proberen te zagen? Nee. Tunnel, B. Kan niet moeilijk wijzen. Eigenlijk, als jij kan nu zeggen ik wil hem in stukken van 5 meter. Ik zet hem op 4 meter meestal. Dan kan je hem ook meteen erin laten, in laten gaan. Snap je wat ik bedoel? Nou, be my guest. Ik zal het eens even proberen. Ik zal even een handje helpen met het recht halen van de boom. Normaal gesproken zou ik hem hiermee kunnen draaien, maar dat. Oh! Lukt ook wel. Dat lukt het ook, ja. Jij moet even zeggen: stop, ik zie dat niet goed door alle bomen. Nog ietsjes. Nou ja, stop maar. Dan moet je de aanhanger wel iets achteruit parkeren. Oh ja. Ja. Het kost je wat tijd, maar dan heb je ook wat. Ja, dat zou wel geniaal zijn als het gewoon. Nu moet je hem dus op de punt van mijn. Op mijn kutte zetten. Ja, oma. Oké, dan gaan we het proberen. Komt ie. Ja, oh. Iets langer. Iets langer, ja. 6 meter. Geniaal! Het werkt perfect. Ja, ik denk dat jij jou. Hij moet iets verder over dat punt. Ja, oké. Ik ga nog een boompje ophalen. Nou, ze denken in ieder geval wel aan de natuur ook, ondanks dat we de bomen kappen. Want deze JCB 260 is wel een eco-versie. Kijk maar, dat staat namelijk heel groot. Ja, dat is wel een puntje van aandacht, ja, dat klopt. Ja. Oh, je hebt er nog geen zin in, maar even. Lukt het? Ja, hij wil de boom niet vastpakken. Waarom hukt hij die boom niet? Oh, ja, nee, dat gaat niet. Loop, ja, nu pakt hij me ineens. Ja hoor. Onderaan. Nu nog de zaag, daar gaat hij. Dag boom. Pop. Zo, dan gaan we die knop. Ik zeg, ik denk dat het niet echt de bedoeling is. Nee, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, daar gaat het niet om. Zo, dan moet jij hem weer even omduwen inderdaad. Ja. Ja, dat gaat heel goed. Dat gaat heel goed. Nog iets verder naar oma. Ja. Ik sta iets verder, moet jij nog. Ja. Ja, dit is, ik denk dat dit de perfecte afstand is. En dan de bomen van 6 meter. Ja, nou, dan komt hij. Geweldig. Nou, dat is geniaal. Als je er nou nog eentje haalt, dan. Nou, laatste dan. Oké. Kijken of we deze dik bebladerde boom ook nog kunnen krijgen. En daar heeft hij wel. Eens kijken. Ja, komt u maar. Ik kan het slecht zien, maar. Ja, komt er maar iets meer naar voren. Ja,
Nou, ik kan niet verder. Ik kan niet verder, dan moet je even naar voren rijden. Nu zit je er tegenaan. En zit ik er nu in? Ja. Ah, kut, kan ik, ja. Oh, nee, oh nee, oh nee, oh hey, nee, hey, nee, boom! Nee, oh. Heerlijk. Dit is een grote, hè? Ja, een grote. Zo. Ja, maar even omduwen, ja. Ja, maar verder, hij heeft het te zwaar mee met deze. Oh. nog iets. Homa. Ja. Nog iets dichterbij, denk ik. Oh, dit, ja. Zo, ja? Even kijken. Ja? Jawel. Ja, dit is hem wel. Bob, ja, kijk. Perfect. Kijk! Nou! Ja, je kan ze nog maar door blijven gaan, maar... Moet je er nog in doen of wil je hem zo houden? Ja, ik ga even kijken. Nu moet ik naar de houtzagerij, hè? Ja, oh, dat is... En dan gaan we daar naartoe rijden. Want dan kan je hem natuurlijk heel makkelijk achteruit in die vijver lossen. Ja, dat. Maar ik ben ook zo bang dat ik niet... Ja, dat het niet... Dat die boomstam... Kan ik ergens een mooie... Heb ik nog ergens een auto staan of zo? Kan die auto staan bij de... Bij de boerderij, bij de winkel. Ah, ja, maar ik rijd toch langs de winkel. Ja, kom, ik ben met de auto. In Oranje kan het natuurlijk niet missen. Ja, nee, daar heb je goed, daar is goed over nagedacht door de baas. Ja, daar denk ik over na. Nou, ik ga niet harder dan 30 km per uur. En ik heb namelijk geen zin om alles op te laden. Dat we zo meteen die boom. Hou eens. Nee, ik pak wel even een ander ding. Nee, ik geef hem nu al een setje. Oh. Ja, dan moet ik helemaal terug naar mijn... Oh, ja, ja. Ja hoor. Inclusief trailer. Note for myself. Als ik jou in mijn auto laat rijden, gaan we niet door de bergen. Ja, tuurlijk. Zo. Rechtdoor, ja. Tenminste. Rechtdoor? Ja. Ja, volgens mij wel. Als je rechtdoor blijft gaan, dan kom je vanzelf... Oh ja, oké, nou, ik wil over de weg. Zie jij mijn knipperlicht ook, als ik die aandoe? Jazeker. Oh. Als je namelijk rechtdoor blijft gaan, dan kom je op die weg uit, of niet over die sloot heen. Dat is namelijk, dan valt alles er wel uit, zeg maar. Klopt, ja. Dan moeten we hier naar rechts, of niet? Naar de weg kunnen we gaan volgen, ja. Vanaf hier. Mooie windmolen erbij. Prachtig. Ja, dat voel me net thuis bij de Zaanse Schans op deze manier. Nee, op deze brug heb ik eigenlijk nog nooit geleden trouwens. Zeg jij? Op deze brug heb ik nog nooit geleden. Volgens mij ben ik sowieso nog nooit verder geweest dan de boerderij. Officieel zit hier links, bij dat bruine, zit de soort officiële houtbomenkwekerij. Ja. Dat kun je wel zien. Oh, ja. Hier kan je dan de bomen hakken. Ja, dat was wel ongeveer het idee van de map, zeg maar. Oké, okay, nou ja. Wij vonden de bomen bij ons niet zo fijn. Ja, dan. Zo, oké, hier is er rechts weer in. Ik heb de bocht niet uitgelicht. Ja, ik ren netjes af. En dan is hier namelijk... Het was iets met water, volgens mij. Ja, dat is hier. Hier moet je ze achteruit de trailer in lossen. Oh ja. Maar dat kan nu heel makkelijk met die trailer.
Dit is met normaal gesproken zei je altijd heel makkelijk. Je zei altijd vreselijk te kloten, namelijk met kijk uit hier niet. Ja, achteruit erin rijden, maar niet te ver, want dan ben je hem kwijt ja. En al dat soort dingen. Nou ben ik dus inderdaad benieuwd. Nu kan je heel makkelijk natuurlijk die trailer erin lossen. Ja, oma, oma. Oma. Ja, ik stop al. Het was de bedoeling, nee, die... ja, nou oké. Okay. Ja, dit was de bedoeling, ja. Ja, dat snapte ik ook. Maar waar zijn mijn bomen nou net? Ja, die zijn al verkocht. Ik heb er 9000. Nou, ik krijg per boom krijg ik betaald. 9000, 5000, 5000. Maar normaal gesproken zie je ze er toch in gaan, laat me zeggen. Nee. Als je ze in het water vallen, dan zijn ze verkocht. Oh, echt? Ik dacht namelijk altijd dat die hier echt naar boven werd gehaald. Ja, er is een animatie dat de boom er naartoe drijft, ja. Maar dat is gewoon met die bomen die gewoon hier ronddrijven. Is dat zo? Ja. Oké, nee, dat is vreemd. Ik dacht echt de laatste keer dat ik hier was. Al weet ik wel dat je volgens mij ook de trein kan laten rijden. Ja, dat klopt. Zo. Dat is waar. Dat klopt. Mooi lok. Volgens mij is de Vlaamse reus. Nee. Want hij heeft... En een andere motorkant. Nee. Jammer joh. Maar ik weet dus alleen niet hoe die trein altijd werkt, want dat zit ik ook wel altijd te kloten. Nou ja, als ik jou was, zou ik hem nu niet laten rijden. Oh nee, en jij staat op het spoor? Ik niet, de tractor wel. Oh, ik kan zeggen, ik kan net op de knop duwen. Is dit een hendel of zo erg? Ja, hier zo. Ja, oh, maar er staat. Gaan we doen? Ja, doe maar. Oh, we hebben hem wel wat goed knap daar. Ja. Nou, een waarschuwing voor iedereen. Nooit je tractor op de rails zetten. Al staat hij er wel netjes naast. Ja, ik wou zeggen, hij staat er nu wel netjes naast. Nou, dames en heren, ik denk dat weer de aflevering was voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En hopelijk misschien wel tot de volgende keer. Lijkt me een goed plan. Bye bye.